Goedenavond. PSV werd dus vandaag kampioen van het betaalde voetbal in Nederland. Hoe dat ging, dat ziet u zo dadelijk. Verder hebben we in deze uitzending een samenvatting van de eerste divisiewedstrijd tussen Volendam en NAC, waarin Volendam, dat zag u zo even al in het journaal, promoveerde naar de Eredivisie. En dan is er nog een verslag van de zesde etappe van Olympia's Ronde van Nederland. Maar eerst Excelsior tegen PSV. Voor alle duidelijkheid nog even. PSV had voldoende aan een gelijkspel voor de landstitel. Maar is het dus zo dat de scheidsrechter, en dan hanteer ik even de regeltjes, weer eens overlast van het publiek de wedstrijd staakt. Dat in zijn verslag aan het secretariaat van betaald voetbal gaat melden morgen. En dan ligt de formele beslissing over het restant van, van deze wedstrijd in de handen van Zeist. Formeel is PSV dus nog geen kampioen. Ik denk dat dat de juiste interpretatie is. Ik denk dat als de KNVB een betere beslissing had genomen, door de wedstrijd Excelsior PSV op hun veld te laten spelen, waar eigenlijk iedereen mee akkoord was, dan hadden ze op de eerste plaats Excelsior kunnen redden. Kunnen redden in die zin, we zijn door het vandalisme dit seizoen al herhaaldelijk in het negatief geweest. Juist een club die de liefste club van heel Nederland is. En door hem nu hier te laten spelen, werk je eigenlijk de troubles in de hand. 4,5 minuut ontbraken er dus nog aan de wedstrijd tegen Excelsior. PSV niet officieel kampioen. De spelers waren daar in de kleedkamer nog niet officieel van op de hoogte. Maar zonder dat was er vreugde in de kleedkamer, maar toch wat meer ingetogen dan bijvoorbeeld vorig jaar. Wel liet Hans van Breukelen, de doelman, zich door Ruud Gullit de baard afscheren. Kan je je nog herinneren welke woorden jij vorig jaar in de kleedkamer sprak na de kampioenswedstrijd? Nou, ik heb me niet meer juist herinneren welke woorden, maar het was iets enthousiaster, de hele toestand. Maar het is ook wel een verschil als je met 8-2 wint tegen Go Ahead. Of je wint nu amper met 3-2 tegen Excelsior. Ik denk dat er een licht verschil is. Er zijn ook wel een hoop troubles bij geweest, maar ik kan me toch voorstellen als je vandaag met 4 of 5-0 wint, dat dan terug die vreugde-explosie komt. Maar dat is dan jammer genoeg niet gebeurd, we hebben kut gespeeld. Maar uiteindelijk gaan we toch kampioen worden met 4 punten voorsprong op Ajax, dat toch een klasseploeg is. Dus denk ik dat alles bij elkaar, dat het toch niet zo verkeerd is. Het kampioenschap van PSV is het 9e uit haar geschiedenis en het 6e sinds de invoering van het betaalde voetbal in 1954. Net als in het vorige seizoen ging de strijd om het landskampioenschap tussen twee clubs, PSV en Ajax. Aan de vooravond van dit lopende seizoen is landskampioen PSV uitgesproken favoriet. PSV begint bij deze stand met de nieuwe aankopen Koeman en Vanenburg aan de eerste grote confrontatie, Ajax uit. Gullit. Een gevoelige 3-0 nederlaag tegen Ajax is de eerste tik die de Eindhovenaren dit seizoen werd toegebracht. Ajax, met de nieuwelingen Winter en Witsje, onderstreept dat het zo lang mogelijk gelijke tred met PSV wenst te houden en zelfs een hoger doel nastreeft. PSV zal het gehele seizoen trouwens last houden van uitwedstrijden. In 15 uitwedstrijden haalt men 22 punten en scoort 29 keer. In 16 thuisontmoetingen verdienen Gullit en zijn mannen 31 punten en maken 57 goals. De eerste wedstrijd in het Europacup 1 toernooi tegen Bayern München haalt een forse streep door de ambitie van PSV om een Europese topclub te worden. Bayern speelt veel professioneler en PSV wordt weer voor de rest van het seizoen teruggeworpen op nationaal niveau. Daar is hij weer, Matti. En nu is het wel de definitieve beslissing, eigenlijk ook al voor over 2 weken. Hoewel Ruud Gullit zijn contract met PSV met nog eens 3 jaar verlengt, ontstaan er in de vroege winter geruchten dat hij een gesprek heeft gehad met AC Milan-voorzitter Berlusconi. Het publiek laat Gullit zakken, maar Gullit zelf wil voorlopig niet weten van contacten met Milan. Ik begon eerst met Madrid. En toen begon het, toen ik in Italië was met een televisieprogramma, we begonnen met Rome. En nu is het AC Milan. Het is in wezen natuurlijk toch wel goed voor jezelf dat je in de belangstelling staat. Maar voorlopig moet ik alles nog maar bekijken. Jij ontkent dus gewoon van dat je met iemand ergens over hebt gesproken, over een baan in Italië. Ja.
Maar ik begrijp best dat wanneer er zulke grote clubs komen, dat de speler geïnteresseerd raakt. Maar het is geen sinds de bedoeling van PSV om enige medewerking te verlenen aan het vertrek van Ruud Gullit. Dan volgt een succesvolle periode. PSV blijkt makkelijk te kunnen scoren. Uit tegen Roda wordt het 4-0 door 4 treffers van deze Jurri Kolhof. Kolhof, die tevoren hevig was bekritiseerd omdat hij te zelfzuchtig zou zijn. Hij wordt nog alles in die periode trouwens buiten de ploeg gehouden. Van Breukelen, Koeman, Heinze, Vanenburg en Gullit speelden overigens alle competitiewedstrijden voor PSV. Vanenburg werd daarin een paar keer gewisseld. De 4 anderen hebben dit seizoen nog geen minuut gemist voor PSV. Kolhof is voorin te vinden. De verhalen over Gullits overgang naar Milaan houden aan en Gullit zelf blijft zwijgen. Als hij in februari PSV verzoekt om onder het contract uit te komen en zich vervolgens in de nieuwe revue scherp uitlaat over de leiding, is de maat vol voor technisch directeur Hans Kraaij. Kraaij eist dat Gullit niet meer wordt opgesteld, de club laat het bij een berisping en Kraaij trekt zijn conclusies. Ook het contract bij PSV dient hij niet uit. Gullit ook niet. Uiteindelijk wordt hij voor 17 miljoen verkocht aan AC Milaan. Ajax en PSV blijven aan elkaar gewaagd. Eind maart is dit de stand. Ajax 3 punten voor met 2 wedstrijden meer gespeeld. En dit is de enige wedstrijd van PSV tegen een andere topclub die winnend wordt afgesloten. Via een misverstand tussen Menzo en Rijkaard scoort Gullit. Zijn ingetogen optreden volgt op de venijnige reacties na zijn transfer. 2 weken later heeft PSV Ajax bijgehaald in punten, maar nog steeds met 2 wedstrijden minder gespeeld. De zwakkere periode van PSV begint hier. Uit tegen Feyenoord wordt het 1-1. En een paar weken later zelfs verliest PSV uit tegen PEC Zwolle. Dat mag niet, wat Van Breukelen doet. Nee, nee. Hij had moeten uitschieten. Nu krijgt hij daar een vrije trap. Dat kan een spectaculair slot opleveren van deze toch al zeer aardige wedstrijd. Dus. 1-1 gelijk tegen Feyenoord. PSV verliest een punt en de competitie die beslist leek, krijgt de weken daarop weer de spanning terug. Ajax en PSV na 29 wedstrijden precies naast elkaar. Rond de Europacupfinale dan van Ajax maakt de club cruciale fouten. Tegen Utrecht en Feyenoord wordt verloren, terwijl PSV gehavend maar succesvol doorgaat. En hij scoort en dat zou best eens de winnende treffer van PSV kunnen zijn. PSV-landskampioen aan het seizoen vol tumult. Hans Kraaij weg, Rinus Michels waarschijnlijk zijn opvolger, maar de transfer van deze man was het grootste verlies in Eindhoven. Bij elke landstitel, dus ook bij deze van PSV, hoort een huldiging. Je ziet de kampioen van Venlo naar Eindhoven. Op de mededeling via de radio werd in de spelersbus op weg terug van Venlo naar Eindhoven de sfeer iets meer uitgelaten. De spelers waren weer onder elkaar. Er werd ook nagedacht, zoals Kees Ploegsma dat hardop deed op de beslissing van scheidsrechter Blankenstein om de wedstrijd te staken. Jullie gaan toch het geplande kampioensfeest vieren? Ja, hij heeft mij gefeliciteerd met het kampioenschap. En ik ga er dus vanuit dat het echt een kampioenschap is. En dat is dadelijk. Eenmaal aangekomen in Eindhoven volgde de traditionele rondrit. En daarna waren er op het Stadhuisplein zelfs meer mensen verzameld beneden aan het bordes dan vorig seizoen. Een teken dat het behalen van de titel voor de supporters van PSV toch nog geweldig aanspreekt. Maar de loco-burgemeester van Eindhoven herinnerde toch nog even aan de gebeurtenissen van eerder vanmiddag. Het is erg jammer dat onze vrienden in Venlo vandaag niet zo'n leuk feestje hebben gehad. Ik denk dat we toch oplossingen zullen moeten vinden met elkaar voor dit probleem. Wat ik toch zie als een maatschappelijk probleem op de eerste plaats. Een maatschappelijk probleem wat zich nu geuit heeft rond een kampioenswedstrijd van PSV. Gelukkig zijn er geen ernstige ongevallen voorgekomen, voor zover mij bekend. Maar dat neemt niet weg dat de schade toch aanzienlijk is. En ik zou graag hier reeds willen verklaren dat wij als PSV die volledige schade voor onze rekening willen nemen. Over de toekomst. De relatie tussen PSV en Rinus Michels ligt nog steeds open. Hoe zat dat nou eigenlijk in elkaar en hoe gaat het verder? Ja, op zich is het een eenvoudige zaak die echter zo hier en daar
totaal anders wordt voorgesteld dan dat hij in werkelijkheid is. Vandaar dat ik het op prijs stel om nu eens even heel duidelijk te verklaren dat nadat PSV vernomen had dat de heer Michels voornemens was om voortijdig afscheid te nemen van de KNVB, pas nadat hij dat voornemen kenbaar had gemaakt, dat wij toen met hem in contact zijn getreden met de vraag of hij dan bereid en in staat zou zijn om bij ons de bestaande vacature te vervullen. Zodra en alleen indien dat contract beëindigd is, dan zou er sprake zijn van een indienstreding van de heer Michels bij PSV. We maken één afspraak. Volgend jaar met die Europa Cup instaan we hier weer. Ruud, kampioenschap met een traan? Ja. Nou, nee, niet met een traan, maar ik ben er wel blij mee. Ondanks alles? Ja, ondanks alles. Kijk, je hebt hier toch twee goede jaren gehad. Je bent aangetrokken om kampioen te worden en je bent weer kampioen. En wat dat betreft hebben ze geen klagen hierover, maar... En wat er voor de rest is gebeurd, ja, dat is nou helemaal gebeurd en dat kan je niet terugdraaien. En ik wens je bij PSV nog heel veel succes. Kijken jullie het minst vrolijk van allemaal? Nee, dat heb je verkeerd gezien. Ik heb het prima naar mijn zin vanavond. Ondanks de afgelopen weken. Ah, voor vanavond vergeet ik die gewoon even. Dat maakt mij niet uit. En morgen? Ah, morgen komt het weer langzaam bovendrijven. Maar ik zeg, voor vanavond vergeet ik het gewoon. En dan, ik ga nu lekker eten en daarna ga ik even door. En morgen is weer een dag. Ze moeten erg gevolgen hebben. Tot zover het feest in Eindhoven. In de eerste divisie kon Volendam vandaag...